Ja, als u iets heeft wat u zich afvraagt en waar u het antwoord zelf niet op kunt vinden, dan kunt u bij ons terecht, labyrinthradio@vpro.nl. Gekke vragen bestaan niet. Wij gaan gewoon op zoek naar iemand die het weet. En de vraag van deze week werd gesteld door mevrouw Smit. Want er is zoveel gedoe over paardenvlees. En volgens haar kun je eigenlijk prima het verschil proeven tussen paard en rund. En vandaar ook de vraag, hoe kan het dat alle dieren anders smaken? Voor het antwoord zijn we terechtgekomen bij Theo Verkleij, vleestechnoloog bij TNO. Goedenavond. Goedenavond. Waarom hebben alle dieren zo'n beetje een andere smaak? Dieren hebben een andere smaak. Dat kun je afleiden uit de oorsprong, de genetische oorsprong en achtergrond van dieren. Dieren hebben spieren, die spieren verrichten arbeid. En op basis van die arbeid heeft een spier ook een bepaalde hoeveelheid glycogeen. Dus het heeft te maken met hoe actief het beestje is? Ja, dat is één. Twee is, sommige dieren maken veel meer vet aan, omdat zij dat nodig hebben in periodes dat het dan wel rustig, dan wel druk is. En in die rustige periodes hebben ze die vet aanwas. Op het moment dat dat soort dieren dan geslacht worden, komt dat vet ook vrij. En dat geeft ook een andere smaak dan vlees wat puur uit mager eiwit bestaat. Glycogeen, wat is dat precies? Glycogeen is bloedsuiker. Dat gebruikt de spier om arbeid te verrichten. Een dier dat veel arbeid verricht, bijvoorbeeld een paard, want we hebben het nu even over paarden, die zal van nature wel bewegen of trekken of werken en dat soort zaken. Die arbeid die verricht wordt, daar zorgt die glycogeen in je cel voor, in je spiercel. Bij de slacht is dat glycogeenconcentratie ook hoger. En dat betekent ook dat dat vlees wat zoeter is. Zou u zonder meer het verschil proeven tussen een paardenbiefstuk en een runderbiefstuk? Of bent u ook te foppen? Ik wend me voor dat ik die twee verschillen uit elkaar haal. Mijn smaakpapillen zijn dusdanig getraind dat ik het varkensvlees, of dat ik het rundervlees en het paardenvlees wel uit elkaar kan halen, ja. Dus het heeft te maken met de bouw van het beestje, de mate van arbeid, de hoeveelheid spieren, de hoeveelheid vet en de manier waarop het vet met het vlees vermengd is. Waarbij het bij het bakken en braden ook vrijkomt. Dat geeft ook bepaalde smaken. Zo heeft schapenvlees bijvoorbeeld een heel andere smaak, omdat daar ook korte vetzuren in zitten. En dat is ook waarom het zo sterk ruikt? Ja, dat ruikt ook heel anders. En een schaap heeft ook een aantal hormonen die in dat vet opgelost zijn. En bij het bakken en braden komen die hormonen ook vrij en dat geeft ook een bepaalde geur. Hormonen, die hebben er ook nog mee te maken? Hormonen, er zijn nog wat hormonen die zijn vet oplosbaar, met name geslachtshormonen. En die geven dan ook een bepaalde geur bij bakken en braden. En ja, dat geeft soms een hele sterk afwijkende geur. En dan heb je ook nog het fabeltje dat beesten die zelf vlees eten minder lekker smaken dan vegetarische diersoorten. Bijvoorbeeld dat daarom een tijger niet zo lekker is en een krokodil ook niet. Nou, dat heeft een deel van de spijsvertering, wat wel zo is. Kijk even naar een varken. Als op het moment dat de varken bijvoorbeeld visrest of vismeel gevoerd wordt, dan krijg je ook dat de vetoplosbare stoffen van het vismeel, die gaan in het vet van het varken zitten. En dat proef je dan. Een deel van het smaak en van dat wat ze consumeren, komt dus later in geur en smaakstoffen die overgenomen worden uit de stoffen die ze opeten, komen dan terecht ook op het vlees op je bord. Klopt, ja. Theo Verkleij, hartelijk dank. Vleestechnoloog bij TNO. En ook dank aan mevrouw Smit. Als u ook een vraag heeft, labyrinthradio@vpro.nl. Vorige week hadden we het over een andere luisteraarsvraag. Waarom zit ik in mijzelf? Die vraag